Beste mensen, met elkaar gemeente van Jezus Christus. Mijn vrouw en ik wonen nu een jaar in Den Haag. En het zomerthema thuis in de stad is ons daarom wel op het lijf geschreven, want we doen ons best ervoor om thuis te raken in deze stad. Een van de dingen die erbij helpt is dat we lid geworden zijn van het kloosterkerkkoor in het afgelopen jaar. Dus dat is echt wel een goede move geweest, al zeg ik het zelf. We voelen ons al meer thuis na een jaar in deze stad dan in de 9 jaar die we in het vorige dorp hebben gewoond. Nou, dat klinkt goed. Met het oog op deze dienst is er één ervaring echter die ik de afgelopen tijd opdeed, die ik graag met u zou willen delen. Vorige maand waren we in het zwembad in het Zuiderpark. Een van onze kleinkinderen moest daar afzwemmen voor zijn B-diploma. De sfeer in het zwembad was feestelijk. Er waren zo'n 100 kinderen die ochtend voor hun diploma kwamen. Er waren ouders, grootouders, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes. Allemaal gekomen om die ene aan te moedigen. Het was warm, uiteraard, en gezellig. En al die mensen tezamen vormden een plaatje van onze stad zoals deze nu is. Ik zag kinderen met haren en huidskleuren van over de hele wereld vandaan. En hier kwamen ze samen in hetzelfde zwembad, in hetzelfde water. Het was gewoon erg leuk om te zien. En toen dacht ik aan het zomerthema van onze gemeente. Want wat we hier zien is onze stad, besefte ik. Willen we thuis zijn in onze stad, dan moeten we natuurlijk plek geven aan die diversiteit die we hier voor ons zien. Dus deze kinderen met alle culturele en godsdienstige achtergronden, leefwerelden, accepteren zoals ze zijn. Liever gezegd nog, van deze kinderen houden. Ervoor zorgen dat ze een goede kans in het leven krijgen, een fijne omgeving waarin ze kunnen opgroeien. En voor zover het van ons afhangt, een mogelijkheid om een toekomst te ontwikkelen. En om dat te kunnen doen is het nodig dat wij als volwassenen elkaar accepteren en waarderen. Dat we goed samenwerken. Dat we de vragen waar we als stad en als samenleving voor staan eerlijk en met goed fatsoen oppakken. En dat we elkaar niet als vijanden, maar als bondgenoten benaderen. Kortom, thuis in de stad, zo zat ik te denken daar in het zwembad, is dat we ons op ons gemak voelen bij de diversiteit van onze stad. En dat we ons con amore inzetten voor een pluriforme samenleving. Maar ja, ik ben ook dominee en theoloog, dus ik vroeg me ook verder af of ons christelijk geloof hier iets zinvols over te zeggen zou kunnen hebben. En toen moest ik denken aan de teksten die we zojuist met elkaar gelezen hebben. Zij kunnen ons namelijk een hart onder de riem steken in onrustige tijden en bij de gesprekken die we steeds opnieuw moeten voeren. Ik begin bij de meer sociologische tekst van Paulus en ga dan verder met de meer filosofische tekst van Johannes. Die beroemde tekst van Paulus. Er zijn geen Joden of Grieken meer, geen slaven of vrije, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus Jezus. Paulus getuigt van een visie die het groepsbelang overstijgt, kun je zeggen. In de brief aan de Galaten was het discussiepunt dat volgens sommige Joodse christenen, niet-Joodse gelovigen, zich moesten laten besnijden voordat ze volledig lid konden worden van het volk van God, oftewel het Joodse volk. Het was prachtig dat ze erbij wilden horen natuurlijk, maar dan wel echt, via de besnijdenis. Hadden de profeten hiervan niet al gesproken, zeiden ze, en daarin hadden ze gelijk. Zo stond geschreven. Maar dat gelijk dat ze op grond van de Bijbel konden beargumenteren, kregen ze van Paulus niet. Integendeel, het maakte hem furieus. En wat hij er tegen inbracht, is overgeleverd 2000 jaar lang en is in onze kanon terechtgekomen. Het is best ingewikkeld wat Paulus te zeggen heeft en het klonk zelfs niet altijd logisch. Maar als je het zag, begreep je het. Het springende punt voor Paulus was namelijk dat er echt iets nieuws was gebeurd met Christus.
En als je dat niet doorhebt, dan snap je het niet. Er was in de wereld echt een nieuw begin begonnen. Hij noemde het zelfs een beetje overmoedig een nieuwe schepping. De oude onderscheidingen die we allemaal zo normaal vinden en die helpen om het leven een beetje te ordenen, waren niet meer dan provisorische zaken gebleken die geen eeuwigheidswaarde hadden, zei hij. En hij noemde vanuit Joods perspectief 3 van die onderscheidingen. 3 categorieën waarin je de mensen kan indelen en opsplitsen. De eerste, je bent Jood en je bent dan lid van het volk van God. Of je bent dat niet en dan ben je globaal gesproken een Griek. De tweede is, je bent of slaaf of je bent een vrij mens. En de derde categorie is, je bent mannelijk of je bent vrouwelijk. Elk van deze 3 gaat over identiteit. En in moderne termen zou je kunnen zeggen, de eerste gaat over een nationaal-religieuze identiteit. Wie ben je, Jood of Griek? De tweede gaat over sociaal-economische identiteit. Ben je slaaf of ben je vrij? En de derde gaat over gender-identiteit. Ben je mannelijk of ben je vrouwelijk? Elk van deze 3 identiteiten betekende dat je een bepaalde levensloop zou krijgen, die behoorlijk verschilde van die van een ander. En je wordt ook onderscheiden in diverse groepen van elkaar. En daar kon je weinig aan veranderen. Deze verschillen lagen vast en ze deden ertoe in je leven. Maar Paulus zegt nu, niet waar. Dat klopt niet meer. Ze zijn er wel, maar ze zijn vanuit een nieuw perspectief niet meer doorslaggevend. Je hoeft geen Jood te worden om lid van het volk van God te worden. Van belang is alleen of je bij Christus hoort en of je zijn geest hebt ontvangen. De rest is allemaal relatief. Of je dus Jood bent of niet, of je wit of zwart bent, geel of groen, man of vrouw, hetero of homo, of welke variatie of we ook maar kennen, of je nou arm of rijk geboren bent, of je dun bent of dik, slim of niet, Amerikaan of Rus, moslim of christen, hindoe of boeddhist, het is allemaal maar betrekkelijk. Er is voor ons mensen een nieuw samenleven, een nieuwe eenheid mogelijk. Vertrouw je daarom toe aan de geest van Christus, die alle natuurlijke verdeeldheid op aarde te boven gaat. In feite heeft Paulus hier een beeld van Christus die tijden en culturen overstijgt. Een Christus die zich niet beperkt tot 1 religieuze richting, maar om zo te zeggen zelf transreligieus is. We noemen dat in de theologie ook wel de kosmische Christus. Het kosmisch van aarde en van de hele kosmos. De Christus die de hele kosmos bevat en omvat. We moeten wel zeggen dat we hier op een paradox stuiten. Paulus wilde niet een nieuwe religie stichten toen hij bezig was. Net zo min als Jezus dat wilde. Paulus wilde slechts de mensen oproepen om te beseffen dat er een nieuwe tijd gekomen was. Een tijd dat de religieuze muren achter ons liggen en dat de geest van God iets nieuws begonnen is in de wereld. Iets dat alles en iedereen aanging. Maar om die boodschap te laten landen, moest hij wel nieuwe gemeenschappen stichten. Die langzamerhand als vanzelf zich ontwikkelde tot een nieuwe religie. Een wereldreligie zelfs. Christendom geheten. Maar eigenlijk waren die gemeenschappen in zijn gedachten provisorisch van aard. Voor slechts een korte tijd bedoeld. Niet voor een lange geschiedenis met eerbiedwaardige instituties. Niet meer dan voorlopige kringen van mensen waar ervaren kon worden hoezeer de wereld vernieuwd zou worden. Heel idealistisch dus. En vol vertrouwen op de geest. Maar die provisorische gemeenschappen werden de kerk. En de kerk werd een instituut. En instituten hebben wetten en regels nodig. En geloofsbelijdenissen om te markeren wat men met elkaar nu eigenlijk wel en niet geloofde
en wie er nu wel en niet bij hoort. En men ging de eigen formuleringen daarvan meer en meer geloven en onaantastbaar maken. De beeldspraak, de metaforen van vroeger werden meer en meer gezien als letterlijke taal die onveranderlijke waarheden tot uitdrukking brachten. Ik zeg niet dat het anders had gekund. Ik zeg wel dat het tijd is om in onze eigen christelijke traditie veranderingen aan te brengen. Om met elkaar thuis te kunnen zijn in de stad, om ons met elkaar thuis te kunnen voelen in onze eigen wereld, moeten we oude scheidingen te boven komen en gestolde waarheden weer vloeibaar maken. En daarom zeg ik, in lijn met Paulus, het doet er niet toe of we onszelf christen of moslim noemen, hindoe of boeddhist, gelovig of ongelovig. Het doet ertoe naar welke stemmen we luisteren in ons leven. Het doet ertoe aan welke geest we toegang bieden in ons hart. Luisteren we naar die stemmen die angst zaaien en ons opzetten tegen elkaar? Of luisteren we naar die stemmen, die geesten die ons een weg wijzen naar een toekomst voor ons allemaal? Ik vind het ook inspirerend om te bedenken dat het niet alleen gaat over allerlei goede bedoelingen en hoe we ons gedragen, dus over ons moreel gedrag, om zo te zeggen. Maar ook over hoe we zijn en hoe we ons van binnen voelen. Paulus zegt hierover ook iets dat ons te denken geeft. Hij schrijft in diezelfde brief, iets eerder, dat het niet meer hij zelf is die leeft, maar dat het Christus is die in hem leeft. Dit woord klinkt heel intiem, heel mystiek. En zo is het door de eeuwen ook verstaan en terecht. Tegelijkertijd is het ook heel praktisch. En het helpt ons om te beseffen dat onze mentaliteit, onze manier van denken kan veranderen. Zodat we ruimer worden dan we van nature wellicht zijn. Ons innerlijk kan verruimd worden door de geest van Christus die over alle grenzen heen gaat. Paulus heeft dat zelf ervaren en hij vond het essentieel. Hij was daarna nog wel dezelfde, maar anders. Hij was meer geworden dan hij eerst was. Was hij eerst alleen Jood en man en vrij? Nu is hij Jood en Griek, man en vrouw. Slaaf en vrij. Hij is, om zich zo te zeggen, zichzelf dus getranscendeerd. Hij is met andere woorden een transmens geworden, zegt hij. Transreligieus, transnationaal, geen Jood of Griek. Transseksueel, geen man of vrouw. Transeconomisch of transliberaal, geen slaaf of vrije. En het bijzondere is dat hem dit niet angstiger maakt, maar dat het hem juist heel maakt. Zo leerde hij wat vrijheid is. En hij bezwoer de mensen in Galatië om die vrijheid niet weer op te geven voor iets wat kleiner, nauwer, minder was. En wat Paulus over zichzelf zei, dat zei hij als een voorbeeld voor ons. Iedereen kan een transmens worden. Meer dan zichzelf en zo tegelijkertijd meer zichzelf worden. Ja, ons hele leven, zowel ons innerlijk landschap als onze uiterlijke daden, zullen dan meer ruimte ademen. En zo komen we als vanzelf bij Johannes 4 terecht. Het beroemde verhaal van het gesprek dat Jezus met een vrouw uit Samaria voerde. Waarin hij het woord spreekt, waarin het culmineerde, God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen vervuld van geest en waarheid. In dat gesprek komt de vrouw tot de conclusie dat de man met wie zij spreekt niet zomaar iemand is, maar een profeet, zoals ze dat noemt. Want hij helpt haar om tot inzicht te komen en de waarheid over zichzelf te onthullen.
Zij leert zichzelf kennen in het gesprek met hem. En daarom legt ze hem een vraag voor over wat nu eigenlijk de ware religie is. Een vraag die zowel in haar tijd als ook in onze tijd speelt. In haar tijd was het de vraag of het nou de Samaritaanse of de Joodse religie is die de ware is. Met andere woorden, moet je op de berg Gerizim zijn of op de tempelberg in Jeruzalem? In ons geval zouden we eerder vragen, moet je om waarachtig mens te zijn, eerlijk mens te zijn, vandaag atheïstisch of juist religieus zijn? Joods of christelijk? Islamitisch, hindoeïstisch of boeddhistisch, om slechts de hoofdstromingen te noemen? In het geval van de vrouw uit Samaria is het eigenlijk een overbodige vraag, zou je kunnen zeggen. Want als Jezus een Jood is, en dat is hij, zoals ze weet, zal hij zeker niet zeggen op de Gerizim. Maar in Jeruzalem, want God woont daar in zijn tempel. We zongen er in onze eerste psalm over. Dat was algemeen bekend. God woont in de tempel. Maar zij stelt toch de vraag, want ze verwacht meer van hem, lijkt het. Vanuit Joodse optiek doet zij eigenlijk niet mee met haar Samaritaanse godsdienst, beseft ze. Ze is dus niet alleen een morele, maar ook een religieuze outcast. Maar deze man praat wel respectvol met haar. Hij ziet haar, hij hoort haar, hij kent haar. En er gloort in haar hart een sprankje hoop dat hij misschien wel een goed woord voor haar heeft. En ze hoopt dat hij niet een religieuze nationalist zal zijn, maar dat hij ruimer van hart is en als een echt profeet zal spreken. Het is opvallend hoe zuiver haar theologische intuïtie is. Want als hij een profeet is, zal hij weten dat de ware God de God van hemel en aarde is. De boetseerder van alle mensen, die alle mensen de adem heeft ingeblazen en niet het bezit van welke religie ook maar. Of deze nu haar eigen religie, de Samaritaanse of de Joodse, die van hem is. Jezus' antwoord is daarom op het eerste gezicht een teleurstelling. Want het komt in eerste instantie helemaal overeen met wat elke Jood van zijn tijd vindt. Wij Joden weten waar we het over hebben, jullie niet. En het heil is uit de Joden, dus niet uit Samaria. Maar hij gaat daarna wel in één adem door met te zeggen dat de tijden aan het veranderen zijn. En dat die verandering er nu al is. Het moment is nu gekomen dat de ware religieuze niet in Jeruzalem of elders, maar in geest en in waarheid zullen aanbidden. Het mag dan in Jeruzalem begonnen zijn. Het mag daar niet blijven. Het heil gaat verder. En zij beseft, oh, dan hoor ik er ook bij, met alles wat ik heb en wie ik ben. Haar dorst wordt gelest bij deze put en zij haalt verlicht adem. Met die woorden in geest en waarheid aanbidden overstijgt Jezus het religieuze nationalisme, net zoals Paulus dat in Galaten doet. We lezen hier dat de eigen stad niet het centrum of de grens is. Zelfs niet als de tempel daar is, de plaats waar God woont. Maar als de locatie voor Gods aanwezigheid niet de Gerizim is, noch Jeruzalem, waar is hij dan wel? Welke plek is dan wel geschikt? Is er eigenlijk wel een locatie die bij geest en waarheid hoort? Volgens het Johannesevangelie is die er inderdaad. Maar het is wel een aparte plek, want die plek is de persoon van Jezus. Een plek dus die niet op de kaart is aan te wijzen of met de handen te vatten is. In letterlijke zin is hij immers al lang verdwenen,
Al 20 eeuwen ongeveer is Jezus niet meer onder ons. Dus over wat voor plek, over wat voor locatie hebben we het dan eigenlijk? Die plek, zal Johannes zeggen, is daar waar de geest is. En daar spreekt Jezus later in het evangelie vaak over. God is waar de geest is. Waar de geest van Jezus aanwezig is, dus waar de mensen in geest en in waarheid leven, waar kringen ontstaan die zich inspireren laten door die geest, daar is het. En dat is zo, omdat God zelf geest is, voegt Jezus eraan toe. En we moeten goed beseffen in wat voor denkwereld we dan terechtgekomen zijn. Het inzicht waar Jezus het over heeft, is namelijk moeilijk voor wie houdt van duidelijkheid, van vastigheid, van nationale trots of van een stevig kerkbegrip. Want met de term geest zitten we in de sfeer van het onzichtbare. Wat niet met handen te vatten is, van wat vluchtig is en ongrijpbaar. Bij geest moeten we denken aan de wind, de adem. Die wind die waait waarheen hij wil, die wel invloed heeft. Het kan tenslotte een verkoelend briesje zijn of een vernietigende storm. Maar je zult hem nooit in een doosje kunnen opbergen. Als het over de geest gaat, dan gaat het over dat wat leven mogelijk maakt, openlegt, toekomst geeft. Het is eerst gewoon de adem. De lucht van de aarde, waarmee we spreken, waarmee we zingen. En het is de letterlijke wind die over alles heen blaast. En die wind wordt vervolgens een metafoor voor dat wat het leven levend maakt. Het gaat om een geest die vrij is en niet vastgelegd kan worden in formules, juridische begrippen, statische woorden of geloofsbelijdenissen die ondertekend moeten worden. Dat kan allemaal niet omdat het om de geest gaat die onze geest te boven gaat. Dat wil zeggen creatief is, bewegelijk, niet in de macht van mensen, vrij en speels. Ja, wie deze geest kent, denkt eerder aan het spel dan aan de regels. Eerder aan poëzie dan aan grammatica. Die denkt eerder aan zingen dan aan kletsen. Die denkt eerder aan vrijheid dan aan vastigheid. En als Jezus God geest noemt, dan overstijgt hij dus niet alleen het religieus nationalisme, maar ook en zelfs de religie zelf. Dan zegt hij dus dat God in geen enkele godsdienst opgeborgen kan worden. Zelfs niet in de meest ware godsdienst. En dat komt niet door ons gebrekkig kenvermogen. Dus omdat wij mensen niet slim genoeg zijn. Maar door wie of wat God in wezen zelf is. Ook als wij alles zouden kunnen kennen, dan nog zouden wij de waarheid niet bezitten, want God is geest, zegt Jezus. En dan moest ik denken aan dat beroemde Soefi-verhaal dat u waarschijnlijk ook wel kent, over die olifant en de blinden. Dat verhaal dat klopt ook niet helemaal. Kijk, allerlei blinde mensen, zo gaat het verhaal, betasten een hen onbekend dier, een olifant. En ze beschrijven aan elkaar wat ze voelen en wat het dier is. En de een zegt bij het voelen van een poot, hij is als een boom met een ruwe stam. Een ander die de slurf heeft gevoeld zegt, hij is een holle pijp. En een derde die de huid beroert, hij zegt, hij is ruw en zo groot als een tapijt. Deze parabel leert dat elke traditie, elke godsdienst niet meer dan een deel van de waarheid heeft gevonden, omdat wij mensen nu eenmaal beperkt zijn, blind. Wat Jezus zegt gaat echter nog een stapje verder. Je kunt wel denken dat je een olifant hebt gevoeld, maar hoe kom je erbij? Die olifant bestaat helemaal niet. En daarmee wordt God zelf een paradox. Want wij denken met het woordje God iets te zeggen wat min of meer bekend is. We snappen wel ongeveer wat dat woord betekent, maar dat is eigenlijk onzin. De term God is eerder een soortnaam. Er zijn allemaal goden, wisten ze in de antieke wereld wel.
bovenmenselijke gestalte die invloed uit te oefenen op onze wereld, op het ondermaanse, op onze zichtbare wereld. En onder hen is er één die de machtigste is, zeiden de monotheïsten. Maar hoe moet je hier juist spreken? Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden. Omdat wij mens zijn, kunnen we niet anders dan in menselijke termen spreken. Maar beseffen ook dat die woorden ook maar krakkemikkig zijn. Maar als God geest is, is hij of zij niet een iets, een heel groot ding. En ook niet een iemand, een uitvergrote mens. Een man die alles kan, een grote vader in de hemel. Maar precies dat wat je niet kunt vastgrijpen, adem, wind, geest. Hij is dus vrij als de wind en levengevend als de adem. Deze geest doordringt alles, voedt alles, vitaliseert alles. Als God geest is, kan hij niet vastgelegd worden. Niet in woorden, niet in een filosofie en niet in een godsdienst, want de geest is vrij en zal altijd vrij zijn. Ik zei zojuist ook, God is niet een grote vader in de hemel. Dat kan u even uw wenkbrauwen hebben doen reizen. Want Jezus noemt God hier ook de Vader, in één adem bijna. Hoe zit dat dan? Nou, nu heeft Jezus het over de Vader. Dat kan inderdaad het idee oproepen van een bovenmenselijke vaderfiguur. Maar we moeten niet vergeten dat ook dit woord overdrachtelijke taal is, een metafoor. En niet een letterlijke, laat staan een biologische uitspraak is. En in de antieke wereld drukte de metafoor de vader vooral de oorsprong uit. Waar komen wij vandaan? Dat is de vader. Als God dus zowel vader als geest genoemd wordt, wil dat dus zeggen dat wij een oorsprong in louter creativiteit hebben. Een begin dat telkens opnieuw kan beginnen. Dat we meer zijn dan op het eerste gezicht lijkt. We zijn niet alleen zichtbaar geboren uit onze letterlijke ouders, maar we zijn ons ook onzichtbaar geboren uit een begin dat meer is dan biologie. We ontspringen aan een bron van leven en creativiteit en zijn onderdeel daarvan. We zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. En daarom zijn we, als het erop aankomt, geen vreemdelingen in onze wereld, die ons toch ook zo vreemd kan zijn. Want er bestaat een verwantschap tussen de kosmische, overkoepelende, alles doordringende levensgeest van God en onze menselijke, tijdelijke en persoonlijke geest. Als God geest is, betekent dat delen in zijn geest, dat we ook delen in de wereld en delen in elkaar. We delen elkaars lucht en adem. We horen allen bij hem en dus allen bij elkaar. Lieve mensen, ik besef dat er nog zoveel meer te zeggen zou zijn, maar het is voor vandaag wel genoeg, lijkt me. We hebben uit de schatkamer van het christelijk geloof een paar rijkdommen naar boven gehaald die laten zien dat God meer is dan onze religie. Dat God meer is dan God, dat God geest is en dat de geest ons met elkaar tot meer mens maakt. Kunnen wij dan zonder onze godsdienst, onze levensfilosofie of de waarheden waarmee we leven? Nee, dat ook niet. We hebben ze nodig, maar het punt is, ze zijn relatief. Ze zijn onze krukken bij het lopen, maar niet het lopen zelf. Ze moeten ons brengen tot een levende ontmoeting met de geest, met wat werkelijk waar en goed is, tot een echt gesprek met de bron van al wat leeft en daarom in contact met elkaar. Maar als dat niet gebeurt, helpen ze ons niets. En dan worden ze rotsen, barrières, harnassen, tanks en bunkers. Dan helpen ze ons niet verder, maar verduisteren de geest en verkillen het hart. Maar waar de geest van de waarheid is, is er leven en goedheid. Nog even terug naar het Zuiderpark en het zwembad.
Ik vroeg me nog af, van, zou ik dit allemaal ook tegen die mensen die daar bij elkaar waren in het zwembad hebben kunnen zeggen? Ja, als ze het gewild hadden, denk ik wel. Ik zou dat best met hen hebben kunnen delen. En daarna, stel ik me zo voor, zouden we elkaar omarmd hebben, zouden we een kop koffie hebben gedronken en als vrienden uit elkaar gegaan zijn. Amen.